December afgelopen jaar stonden we hier ook. Toen hadden we het toch over het onvrede in het dorp. Voornamelijk eigenlijk ook om het centrum van Slochteren. Ja, nee, dat klopt. En kort geleden ben ik ook samen met een collega van de SP in gesprek geweest met diezelfde inwoners. Op zich was ik heel erg blij dat ze na dat moment dat wij samen hadden ook weer aan tafel zijn gekomen met de projectgroep. Alleen het frustrerende voor de omwonenden was vooral dat er geen meters gemaakt werden. Dus vandaar dat er weer vanuit een andere inwoner op Facebook opnieuw aandacht is gevraagd voor het gebied. En ik moet eerlijk zeggen dat toen ik hier rondliep met Marjan van Dijken van de Boer- en Burgerpartij, dat ik wel heel erg ben geschrokken van hoe het erbij ligt. Ja, laten we nog even teruggaan naar december vorig jaar. Wat waren toen die belangrijkste punten waar de zorgen over gingen? Nou, vooral over de veiligheid en de verloedering hier. En dat er ook eigenlijk geen zicht op was wanneer dingen aangepakt zouden gaan worden. Nou ja, en ik heb het gevoel dat dat nog steeds niet zo is. Daarom hebben we ook vragen gesteld. En ik ben wel heel erg blij met de wethouder. In ieder geval over het feit dat onkruid nu is weggehaald. En daar hebben wij ook om gevraagd. En dat er trapjes zijn geplaatst, zodat mensen ook veilig het water uit kunnen. De enige wat wij wel graag zouden zien, is dat de bestrating ook aangepakt wordt. Zodat dat er ook netjes bij ligt. En dan heb je ook de tijd om rustig met elkaar in gesprek te gaan over hoe nu verder met dit gebied. En wat heeft het nodig? Hoe gaan we dit financieren? Want dat is natuurlijk ook een cruciale vraag. Ja, naar aanleiding van december zijn er vragen gesteld. Dan zou je denken van, dan gaat dat lopen. Nu staan we hier weer, dus er is iets vastgelopen. Ja, nou in ieder geval, mevrouw, de dame die mee heeft gepraat en gelopen en gepraat met ons die keer, die is aan tafel gekomen. Maar volgens mij is ze op dit moment eruit gestapt omdat ze het gevoel had dat ze niet verder kwam. En ook omdat daarna het hoogholtje over de Vrijlemaar, richting de Vrijlemaarborg, die is toen ook nog afgesloten. Dus in plaats van dat je dacht van goh, we gaan de goede kant op, ging het juist achteruit. Maar voordat een partij als de VVD vragen gaat stellen, ga je toch informeel even informeren. Heb je dat gedaan? Ja, dat hebben we een paar keer gedaan. En ook om daar de aandacht op te vestigen. Maar op het moment dat wij dan ook zien dat we niet verder komen, hebben wij natuurlijk ook het instrument om daar vragen over te gaan stellen. En dat hebben we gedaan dus. En dat is in ieder geval, we zijn al hartstikke blij dat het onkruid weg is gehaald. Dus dat is heel fijn. En dat de trappetjes, hè, zoals we hebben aangegeven, ook zijn opgehangen. Maar ja, er zijn nog wel meer dingen hier te doen. Hè, daar staat ook een paal om je elektrische fiets op te laden. Daar staat op dit moment geen elektriciteit op. Het zijn ook helemaal geen kostbare zaken die we graag gerepareerd willen zien worden. Maar we vinden het wel belangrijk dat die kleine dingen, hè, zoals het laaghangende fruit, zoals dat zo mooi genoemd wordt, dat dat aangepakt wordt. En dan heb je ook de tijd om echt de goede dingen te doen met dit gebied. Ja, gedeeltelijk dus weinig kosten. Aan de andere kant, er ligt hier een monumentale brug. Die moet worden gerenoveerd. En het plein voor het houtstek, Slochteren heeft heel lang gevraagd om een centrum, nu is het centrum. Nu maakt men zich toch zorgen, wanneer gaat dat plein er nu komen? En daar zou toch budget voor moeten zijn? Ja, volgens mij is voor dat plein is er budget. Ik ga vandaag aan de slag met het stellen van de vraag aan de ambtelijke organisatie hoe het zit met de financiën, hoeveel geld er nog beschikbaar is voor dit gebied en hoe we eventueel met cofinanciering een aantal grote zaken aan kunnen pakken. En daar wil ik dan mee verder richting de voorjaarsnota. Maar dat moet ik even afwachten wat daar uitkomt en ook met een aantal andere partijen even overleggen. Ja. Communicatie met de wethouder, hoe verloopt die hierover? Goed. Ja hoor, de wethouder van dit gebied is prima aanspreekbaar voor ons. Dus, en ik zie ook wel dat hij zijn best doet om te luisteren. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, toch vraag je af, waar gaat dit dan mis nu? Ja, dat is altijd heel erg lastig om dat te benoemen. Maar ik denk dat het komt doordat er op dit moment geen projectleider is voor dit gebied. He, want volgens mij is iedereen nu op zijn eigen eilandje bezig. He, er zijn collega's van de ambtenaren van de gemeente bezig met de brug. Er zijn ambtenaren bezig met het hoogholtje. Er is een groep ambtenaren bezig met de houtstek. Volgens mij zouden ze gewoon even samen moeten gaan zitten, een projectleider erop. En dan ook kijken, oké, wat moet er als eerste gebeuren? Wat is daarvoor nodig? Hoe gaan we dat regelen?
En dat diegene dan ook de regie heeft en ook uitzet hoe dat gebeurt. Zodat je ook meters kunt maken en dat je ook de inwoners kunt laten zien dat je er serieus mee bezig bent en dat er een actieplan ligt. Nou, ooit is het plan bedacht in die vroegere gemeente Slochteren dat dit een prachtig centrum moest worden. Veel bezoekers, veel extra inkomsten voor onder andere horeca. Maar dat is nog niet gelukt. Nou ja, je kunt zelf zien dat er nog niet zo heel veel van terecht is gekomen. Hè. Op dit moment ligt het, zoals wij ook al aan hebben gegeven in ons stuk, echt troosteloos bij. En dit is een gebied waar je als inwoners gewoon super trots op zou kunnen zijn. Niet zoals het er nu bij ligt. En de gemeente Midden-Groningen heeft met dit gebied goud in handen. Alleen dat goud moet nog wel gedolven worden. En daar is een goede plan van aanpak voor nodig. Nou, jullie hebben vragen gesteld. Hoe gaat dat nu verder? We hebben nog geen antwoord gekregen, maar we hebben dus wel al gezien, maar dat heb ik al een paar keer benoemd, hè, dat er wel actie op is ondernomen. Ik wacht de antwoorden nog even af en daarna gaan we kijken hoe we verder gaan.